Welkom bij een nieuwe vlog. Dit is Spectaculaire Spider-Man 123. Prachtige cover getekend door Todd McFarlane. Met Felix de Kat. Die tekende hij wel vaker in de Marvel strips toen. Let maar eens op als je oude Spider-Man comics gaat lezen. Dan duikt Felix geregeld op. Het is het eerste deel van het moordcomplot. En dat is in Nederland uitgegeven. Het waren 6 Amerikaanse comics. En die zijn in 3 Nederlandse Spectaculaire Spider-Mans uitgegeven, waarvan 125 een extra dubbel dik nummer is, waarin 3 comics zijn opgenomen. Wat betekent dat in de praktijk? Nou ja, als je dus 3 Amerikaanse comics in 2 Nederlandse comics plaatst, moeten er wat pagina's sneuvelen. En dat geldt dus ook voor deze. Ik weet niet precies welke pagina's er zijn gesneuveld, maar er zijn, ja, logischerwijs, want de comics waren toen 22 pagina's, zijn er wat pagina's gesneuveld. En dat is eigenlijk de belangrijkste reden waarom ik al jaren uitkijk naar de Amerikaanse versie van een herdruk van deze verhalen eigenlijk. En die was uitgekomen, het heet in het Amerikaans Assassination, dus dat is natuurlijk een mooie woordspeling, en dat hebben ze in het Nederlands vertaald als het moordcomplot. Maar dat was een Amazing Spider-Man epic. Die is uitgekomen in 2019. En met mijn domme hoofd heb ik die toen niet meteen aangeschaft. En die is inmiddels out of print. En nu is het dus wachten tot Marvel zo aardig is om te herdrukken. Ik heb geen idee wanneer dat gaat gebeuren. En ik heb hem wel digitaal, heb ik die bundel gewoon op mijn harde schijf staan. Dus ik kan het eventueel wel lezen, maar ik wil eigenlijk gewoon die epic in de kast hebben staan. Want ik vind het een boeiend verhaal. Het is een internationale conspiracy met Paladin en Silver Sable. En later doet Captain America ook nog mee. Het heeft iets te maken met deze gast met het rode hoofd. Nou ja, ik vind het een leuk verhaal. En ik zie dat een deel ook door Eric Larson is getekend. Dat is dan wel weer grappig. En een beetje jammer, want ik heb liever Todd McFarlane die het tekent. Maar dat even terzijde. Later ging natuurlijk Larson, werd ook de vaste tekenaar van Amazing Spider-Man een tijdje. Ja, soms als stripliefhebber moet je gewoon lang wachten. Of heel goed zoeken naar dat die bundel nog ergens te koop is, maar ja, op dit moment eventjes kan ik het niet vinden. Misschien heb jij hem nog ergens zien staan. Dat is dus de Epic Collection, Amazing Spider-Man. En dan gaat het om Assassination. En dan zit het gewoon nog even wachten. Als ik nog even kan wachten. En anders ga ik misschien gewoon wel weer de Nederlandse versies lezen. Want het is natuurlijk wel heel erg leuk uitgegeven. Ook al mis je dan hier en daar een pagina. En dat vind ik dan wel weer, zoals ik al zei, heel erg jammer. Ik ben benieuwd, kun je dit verhaal nog herinneren? En zo ja, maar kijk, het is een beetje in de tijd dat Watchmen uitkwam. Waar praten we eigenlijk over? Wanneer was dit? Dit was in 1990 kwam dit zo'n beetje uit. Dus eind 89, 1990. Ik ben benieuwd, las je het toen? Ken je het verhaal? Wat vind je ervan? Sowieso denk ik wel dat je net zoals ik een fan bent van McFarlane, maar misschien ook niet. Ik vind het in ieder geval leuk. Ik heb goede herinneringen aan dit verhaal. Ik vind het wel leuk om weer te gaan lezen binnenkort. Ik hoop dat het kan via een Amazing Spider-Man epic. En als dat niet het geval is, ja, nou dan zien we dat wel weer. Dan gaan we toch maar gewoon weer in de Nederlandse comic weer lezen. Dat is ook natuurlijk gewoon erg leuk. En in ieder geval heel erg nostalgisch. Anyway, zomaar eventjes een vlogje over de Spectaculaire Spider-Man, het moordcomplot. En soms moet je als stripliefhebber gewoon lang wachten op bepaalde uitgaven. Dat herken je waarschijnlijk ook wel. Anyway, dankjewel voor het kijken naar deze vlog. Ik zou zeggen, op naar de volgende.